Wat zijn mensen? Cedric hier, a.k.a. Preco. En vandaag gaan we een kleine talk hebben over universiteit, onze ervaring en de grote verschillen met middelbaar. Ik ben hier met... Cedric, again. En jij? Eli, je weet zelf. Nee, niemand weet dat. My drip, looking at your drip. Whoa. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa. Swinging side to side and I'm killing that. Whoa. Damn your girl so... Ze weten niet wat we volgen, hè? Ik zit in het eerste jaar industrieel ingenieur aan de UGent. Ik doe hetzelfde. Tweede jaar. Op je eerste dag, wat was je eerste indruk van school? Van de universiteit? Speciaal eigenlijk. Ik vond dat vrij speciaal. Ik kom daar zo aan, auditorium en zo, kapot veel mensen. Ik had zoiets van, wat dit? Nieuwe wereld. Ja. Wow. Ik kwam, ik zag kapot veel jongens en kapot veel blanken. Dat zeker, dat. Ja, want weet jij nog je eerste dag? Hey, ik was te laat. Hey, helemaal van voor zitten. Ah, ja. Oh. Ah, boer met die blije introductie daarop. Ah, ja. Maar ik was er. Maar ik wist niet eens waar dat was, of man. Univ is groot, hè. Ja, echt groot. Dus, wacht, eerste tip. Wees zeker niet bang om vragen te stellen aan mensen als je niet lokaal weet of zo. Want je ziet verdwaald, dat gaat snel, man. Ja, man. Dat is het lokaal, duizend gangen. Boe, het is niet meer zoals middelbaar af. Harry Potter, Zwijnstein af. Really, nigga? Zwijnstein. Wat was de grootste verandering met Univ, nee, met middelbaar, opzichte van vakken? En zelfstandig. Alles zelfstandig leren. Ja. Dat is wat de leerkrachten zo. Ook wel leerkrachten, ja. Ze boeien je niet. Ja, de leerkrachten. Je bent een nummer. Ze kennen u niet. Ja, nee, ze kennen u niet. Lesgeven, dat is zo. Dat is gewoon zomaar zo, ja. Ik kom met lesgeven en ik ben weg. Ja, het is dat. Nee, maar je kunt vragen stellen, maar je moet zo zelf meer... Initiatief. Moeite doen. Ja. Als je problemen hebt en zo. Dus ik kom niet bij u af. De lessen duren lang. Ja, zeker mechanica. Eerste semester. Dat is niet vier uur. En als je in middelbaar zit, hij klaagt niet al voor je lessen. 50 minuten, dat is niks. Ja, dat is niks. Dat is gewoon, niks. Hè. Dat is water. Oh. Water. Kantine. Maar probeer naar de meeste van die vakken te gaan. Nee. Ik zou zeggen, in het begin, ga naar die vakken. En beslis dan of het waard is om in die lessen te zijn of niet. Maar probeer zo veel mogelijk naar de les te gaan. Want eens dat je de smaak te pakken hebt, ik zeg u. Zag de smaak. De smaak van vrijheid. De smaak van vrijheid, als je dat hebt. Ja, dus probeer in de les te zijn, zoveel mogelijk. Ja. Maar, en als je niet naar de les gaat, studeer dan. En de bub, ga in de bub of zo. Ga in de bub, ja. Ga niet zo Netflix kijken of zo. Nou, je doet dat niet. Dat is niet goed. Wat? Je doet geen Netflix. Hoezo? Je studeert ook. Examens en testen. Zweet kwam al. Show, man. Grote tip. De eerste keer dat de leerkracht de datum van de testen zegt, schrijf ze op. Plan is belangrijk. Ja, plan is echt super belangrijk. Yeah. Want je denkt zo, ik heb nog een paar maanden. Hey, opeens de leerkracht zegt, volgende week gaan we testen. Weten jullie dat nog? Ja, dat stapelt op, hè. Als je zo denkt van, ja, je denkt, ja, ik doe dat morgen wel. Morgen, je denkt van, ah, oké, ik ga dat overmorgen wel doen. Heb dat stapelt op, dat stapelt. Want echt veel leerkrachten plannen hun testen op dezelfde moment. En dat boeit je niet of dat je de dag erna een andere test hebt, of dag ervoor een andere test hebt. Dus je moet echt goed plannen. Dus dat begrijpen bij ons. Bij ons, dat is in de avond. Ja! Broer, dat is om 19 uur. Grootste verschil. Hey, ik kan testen hebben om 19 uur. Ik kan gewoon 19 uur. Dat kan gewoon. Blijf dat het moest nog. Maakt niet uit wat je doet die avond. Geef die test. Cancel die plannen. Cancel. Ik heb die test. Op zaterdag ook nog. Op een zaterdag. Ja, examen op zaterdag. Hey. Mijn tijd, dat was weekend. Maar mooi, ja. Weekend. Met zaterdag nog. Bestaat niet. Weekend. Vakantie. Hey. Ja, vakantie. Vergeet af. Eerlijk. Alle mensen die middelbaar zitten naar dit kijken, profiteer van die vakantie. Ja, goed. Adem goed. Voelt die vakantie licht. Ja, man. Ja, als je er echt door bent voor al je vakken van de eerste keer, 3 maanden vakantie. Ja, dat kan. Je bent te vervelen. Maar, ik verveel me liever dan studeren. Hoor, hè. Oeh. Wanneer was dat voor weer je tristheid? Donderdagavond. In de avond toch? Tot 19 uur. Ah ja, zie je zo. School van
8:30 tot maar 16:00 elke dag. Vergeet maar. Vergeet maar af. Soms kun je een uur pauze hebben, soms kun je 3 uur pauze hebben. Springuren, alles. Ja. Ja. En dat is zeker ambetant als je niet op kot zit. Of. Als je dan zo van die gekke uurroosters hebt. Pendeltijden. En hoe was het om vrienden te maken? Nee, wees zeker niet bang de eerste weken om kennis maken. Ja, om kennis te maken met mensen, om naar mensen op te gaan en zo. Je redt het niet alleen. Dat sowieso niet. Ja, dat is niet zo moeilijk om vrienden te maken. Je moet niet bang zijn. Zeker niet bang zijn toch. Uiteindelijk, je helpt elkaar. Je wordt ook, ja, het is dat. Beste... Als je iets nodig hebt, heb je vrienden. Of? Dat is belangrijk, hoor. Als je wilt, ga studentenvereniging. Ja, dat kun je ook doen. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier om vrienden te maken. Dat is waar. Eerlijk. Als dat is voor u, studentenvereniging. Maar dat is niet iets voor ons. Nee, ik heb er niks tegen, maar dat is niet iets voor jou. Andere dingen. Ja, in doop daar of ook. Hey. Eigenlijk heb ik ook mensen van die richting leren kennen via Fuiben, van die richting organiseren. Ah ja. Goed. Dat is ook nog een goede manier om mensen te leren kennen. Als je dat doet. Je kunt ook niet sociaal zijn. Het is dat. Toch op je eigen leven sturen of ook. En op vlak van meisjes? Qua richting dat wij doen. Meisjes is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Ah, je toch jongens met lang haar. Bewaar ze niet. Dat is in de first half, man. Nee, ik heb veel geleerd over meisjes dit jaar, man. Oh, yeah? Ja? Ja, ik heb veel geleerd. Ik blijf discreet. Undercover. Meisjes en in universiteit zijn denk ik sneller. Nee, man. Oh, ik moet dat goed verwoorden. Ik goed naar wat je gaat zeggen. Oh man, ze wilden meer plezier hebben. Snap je? En ook omdat middelbaar is zo klein. Alles wat je doet, dat wordt zo, dat gaat zo snel rond. Maar op univ is dat minder zo, want het is superveel. Het is superveel. Dus mensen hebben meer de neiging om een beetje vrijer te zijn, snap je? Zet niet te veel druk op jezelf, op univ. Dus dingen uit, zie wat je graag hebt en zie wat je niet graag hebt. Op veel vlakken, bij vrienden, relaties, lessen zo. Als je bijvoorbeeld een jaar zo'n richting doet en je ziet dat je het niet graag hebt, verander dat gewoon, hoor. Je bent jong. Maar ja, je kunt het proberen, maar... Testversie, test. Maar je kunt veranderen, snap je? Ja. En dat gebeurt. Je ontdekt mensen, ze hebben 3-4 richtingen gedaan. Hey, ook soms moet je realistisch blijven als je bijvoorbeeld een minder zware richting hebt gedaan. In het middelbaar moet je ook niet te hoog, gaan grijpen. Niet te lief, want... Dat gaat je echt pakken. Als je nog niet weet wat je wilt doen, ga naar infodagen of zo. Ja. Probeer open lesdagen. Ja, open lesdagen. Dat helpt ook niet zoveel. Je verveelt je daar. Je zit gewoon op een Ik begrijp niks. Je zit gewoon een beetje te speren en hoe dat er in elkaar zit. Dus, maar ga niets begrijpen als je naar open lesdagen gaat. En ook als je iemand kent die je niet ziet, dan zit. Hé, je ziet. Stel vragen aan mensen. Mensen van hogere jaren, ze kunnen je helpen. Ja, ze kunnen je helpen. Ze helpen anderen. Wat is dat dan? Ik ben om te helpen. Ja, echt waar. Dus ik stel vragen en zo. Als je iets niet weet. Grootste tip voor planning en organisatie? Gewoon probeer al je vakken goed bij te houden. Ja. Zo, je komt thuis, doe iets wit van de bib. Dan weet je van oké. Kijk gewoon. Ja, vooral gewoon bekijken. Ja. Want wat mijn probleem was tijdens de blok, omdat ik sommige vakken niet had bekeken, zei ik opeens dat ik zo vragen had. En tijdens de blok kun je niet meer vragen stellen aan de leerkracht. Te laat. Ja, dat is te laat. Dus als je eerder bekijkt, dan kun je zien van ah ja, ik weet nog niet zeker over wat dat gaat, dan kun je nog vragen stellen. Dat is zeker het belangrijkste. Gewoon snel bekijken dat je een beetje weet waarover dat gaat, dat je mee zit in de les. En koop je een agenda. Nee, ik doe dat niet. Nee? Internet, Google Agenda. En Google Calendar. Ja, of gebruik een calendar. Maar mooi, plan is belangrijk. Ja, gebruik een agenda of iets om te plannen. Ah ja, als bijvoorbeeld zo je eerste weken, zo, krijg je eerste test en het gaat slecht, wordt niet direct gedemotiveerd. Dat wil niet zeggen dat je handsjaar slecht gaat zijn. Als je op één examen er niet zo zit of zo, dat is het einde van de wereld. Herpak je gewoon. Want ik had dat, op de meeste testen was ik niet door. Hè. Ik was maar op 1 test van de 6 door. What? Mijn eerste semester. Of 2. Ja, 2 van de 6 mijn eerste semester. Oh. Maar ik was nog steeds op alle vakken behalve 1 door. Mijn eerste semester. Dus. Dat wil niks zeggen. Kan gebeuren. Maar dat wil ook niet zeggen dat je die testen zomaar moet laten. Ja, ja. Doe ze goed. Leer uit die fouten. Dat zijn bonuspunten. Leer uit die fouten. Je minder haal op je examen zelf.
En leer niet de dag ervoor. Ja. Probeer al een middelbare dag zelf, je kon nog leren. Ja. Hey, rustig negeren. Ja, probeer dat niet. Ik zeg niet proberen. Echt op tijd beginnen. Je moet ook gewoon een studiemethode vinden dat, dat bij u gaat. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste. Een goede studiemethode vinden. Het is daar ook wel veel eerstejaars moeite mee hebben. Ja. Een goede studieaanpak hebben. Die struggle. Veel hebben dat direct. Daarmee dat je ziet, ze zijn er wel alles door. Anderen niet. Dus ja. Ja, want op, in het middelbaar leert je niet hoe dat je moet studeren. Je leert gewoon snel, hoe kan ik op één dag... Ja, je leert gewoon, hoe kan ik dat houden, één dag. Universiteit, dat is veel te veel om in één dag of zo te krijgen. Ja, dat is veel te veel. En ook de testen, in het middelbare, dat is meer... Je ziet meer wat je in de les hebt gedaan. Snap je, dat is meer gewoon, ja... Hier heb je een oefening gemaakt, ze had soortgelijke oefeningen vragen op het examen. Universiteit! Gewoon niks nieuw. Not like that. Je moet zelf beginnen redeneren. Zo. Dat is veel. Allee, dat is goed. Goede voorbereiding later. Ja, dat is goed, maar. Om te beginnen daaraan. Ja, we moeten daar aanpassen. We moeten daar aanpassen. En niet veel mensen zeggen dat. Daarom zijn wij hier. Daarom. Om jullie te zeggen. Voorbereidende. Ja, man. Snap je? Bereid u voor. Profiteer van uw vakantie nu. Uitgaan. Uitgaan of niet? Maar hij uitgaat. Wow! Eerlijk. Als je die vrijheid hebt, hè, moet je die vrijheid kunnen kalmeren. Je moet te zetten. Ja, je moet limieten te zetten, snap je? Want als je een uur voorpleit hebt tot 4 bij 4, de volgende dag om 8 uur heb je ook nog les. Dat had je niet gedacht. Ja, man. Hoezo jullie kijken naar mij? Hoezo jullie kijken naar mij? En als je uitgaat, ga niet direct van Overpoor bijvoorbeeld naar je les. Doe dat niet, want andere mensen zitten naast u. Andere mensen die naast u zijn... Die willen ook nog leven. Ja, man, alsjeblieft, want sommige mensen hier... Wauw! Ja. En Overpoort is overrated. Boel! Maar hebben jullie liever universiteit of middelbaar? Ah, universiteit. Ja. Ik weet niet, meer vrijheid en zo. Enfin, de struggles komen hard aan. Maar... Tegelijk, ik heb liever maar de positieve dingen zijn beter. Ja. En ook positiviteit, zelfstandigheid, je leert zelf volwassen zijn en zo, je kookt voor jezelf, je studeert, je maakt eigen planningen en zo. Dus je bent al een beetje mentaal aan het worden. En ook, je leert ook mensen kennen van andere steden en zo. Oh, ja. En onder een plaats in België. Want middelbaar is zo klein, snap je? Kartje. Ik ken daar iedereen al jaren af. En hier, dat is nice als je zo opeens hoort ze gekke accent hier. Ja, of iedereen is nieuw. Dat vind ik leuk. Ja, iedereen is nieuw. Dat is iets fresh. Yeah. Fresh start, niemand kent u. Maar ook, dat kan gebeuren dat je tijdens de blok een beetje gek wordt. Dat is normaal. Elke dag opgesloten zitten voor uw boeken. Prison. Dat kan ervoor zorgen dat je een beetje mentaal gaat beginnen doordraaien, snap je? Ja, man. Want die blok is lang. Andere wereld. Ja. Boel, een maand of zo. Hey, mij ook een maand. Je hebt zo'n blok en dan heb je examens. Examens gespreid over 1,5 maand. Kerstvakantie, oublie. Ja. Kerstvakantie, oublie. Ja, man. Hey. Ja, dat is mij. Dat is echt schmetactie. Als ik u zeg, vier gewoon nieuwjaar, ga direct terug naar je kot of naar huis. Ga slapen, volgende dag begin studeren. Begin gewoon met studeren. Denk niet dat je vakantie hebt. Begin het. It's a joke. Nou, dat is een valstrik, man. Dat is echt een valstrik. Ja. Laat het niet vangen. Proost, ga nu zeggen van ja, geniet nog van de feestdagen. No, proost! It's a trap! Ze willen mensen elimineren. It's a trap. Ik mocht dat wel zeggen. Vlog live. Bon, dat was het dan. Denk ik. Oké. Bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van de video. Peace.